Heel ongewoon in deze tijd van het jaar. Lege vakantiehuisjes op de vakantieparken bij Oudorp. De code rood die is afgegeven door België en Duitsland voor de Randstad heeft grote gevolgen op Goeree-Overflakkee. Ja, dat is natuurlijk ontzettend vervelend. We hoorden het donderdagavond ineens laat. En dan merk je gelijk al dat 's avonds de eerste mailtjes binnenkomen. 'S Nachts gaan de eerste gasten weg. En ja, vrijdagochtend stond heel de dag de telefoon roodgloeiend met afzeggingen van Duitse gasten die het niet meer aandurven om hier naartoe te gaan. En onder welke naam heeft u geboekt? Ja, en dan krijg je in één keer te horen van Duitse gasten, ze mogen niet meer naar Zuid-Holland. Onder andere. En ja, goed, die belden allemaal massaal op donderdag natuurlijk van wat moeten we nu, of we willen annuleren of we willen omboeken. We zitten hier op de grens met Zeeland, maar de gemeente Goeree-Overflakkee valt onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. En dus zijn de strengere regels ook hier van toepassing. Ondanks dat op de kaart met coronabesmettingen is te zien dat de situatie op het eiland niet zorgelijk is. Ja, ik begrijp dat het er natuurlijk ergens een grens getrokken moet worden. Maar dit heeft zo'n ontzettende impact. Kan je het niet nog wat beter regionaal splitsen? De getallen zijn er. Per gemeente weet je hoeveel besmettingen er zijn. Als je het water inspringt, dan ben je in Zeeland. En dan is het gewoon heel erg vervelend dat je met de regio Rotterdam-Rijnmond meegenomen wordt. Want wij worden gewoon ondergeschaduwd onder de grote steden zoals Rotterdam en Den Haag. Terwijl hier in de rust, aan het strand, aan het water, eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Het is hier uitgestrekt. Er is veel plek, weinig mensen dicht op elkaar. En dat is, ja, dat is gewoon echt rot. Zeker omdat ondernemers in de toeristische sector deze maanden hard nodig hebben om de lockdownperiode nog een beetje goed te maken. Ja, het is een super moeilijk jaar. En als je dan nu de rest van het seizoen 60% minder overnachtingen hebt, dat houdt ook in dat je mensen een bakje koffie minder drinken. Er zijn gasten die niet meer gaan surfen. Zeg niet tegen een Flakkeenaar dat het een zeeuw is, maar het zou wel even goed uitkomen. Ja, heel goed. Ja, voor onze toeristische sector maakt het niet zoveel uit. Ik voel me altijd Goeree-Overflakkeenaar of Oudorper. Ik voel me ook niet zo geassocieerd met Spijkenissen, om maar een voorbeeld te noemen. Maar in dit geval zouden we graag bij Zeeland horen, want dit is zo frustrerend. En dit is voor heel veel ondernemers echt heel slecht. Misschien wel funest. Dankjewel en tot volgend jaar. Tot ziens.